Hey, ben ik weer. Ik heb vandaag voor jullie het tegenovergestelde van de vorige video die ik had. Daarin heb ik namelijk alle series laten zien die ik nog niet heb gelezen of nog niet uit heb gelezen. En vandaag laat ik dus alle series zien die in mijn boekenkast staan en die ik wel heb uitgelezen. Verbazend genoeg was dit ook gelukkig nog een paar hoge stapels. Ik heb hier nu 4. Dus 5. Ik heb hier nu 4 hele stapels met alle series die ik al heb gelezen. Maar dit zijn dan ook, zeg maar, de hele series. Dus het is wel iets minder dan mijn vorige video. Maar alsnog heb ik ook gelukkig wel wat series gelezen. In plaats van dat alles in mijn kast ongelezen is. Kijk, mijn hele kast is leeg. Voor deze video tel ik alleen de main boeken van een serie mee. Dus alleen maar de daadwerkelijke serie. En niet de novelles of de prequels, et cetera. Het ligt er een beetje aan. Ik heb bijvoorbeeld ook de selectie tel ik niet mee. Omdat die eigenlijk uit 5 delen bestaat, omdat hij verder gaat. Maar ik heb bijvoorbeeld voor het verhaal bij de Divergent serie heb ik nog niet gelezen. Maar ik tel die dan wel als gelezen. Snap je? Dus het hangt er een beetje van af welk boek het is. Maar vooral zeker de novelles, de bijverhalen of vanuit een ander perspectief, die tel ik niet mee. En sommige prequels wel, ligt het aan bij de serie. Volgens mij heb ik niet eens prequels, dus het maakt niet uit of ik het wel heb of niet heb. Want volgens mij zit het er niet bij. Allereerst heb ik de Hongerspelen trilogie gelezen van Suzanne Collins. Deze bevat, deze heb ik in het Nederlands gelezen, echt al heel lang gelezen. En deze bevat de Hongerspelen, Vlammen en Spotgai. Volgens mij heb ik deze gelezen voordat de film kwam. In ieder geval voordat het een hype was. And they loved it. And they cried the lot. Dan nog een serie die ik echt al heel lang geleden heb gelezen. Echt een beetje in het begin van de Twilight en Hunger Games hype. Toen heel veel urban fantasy en wat duistere boeken uitkwamen. Toen kwam dus ook deze kwam op mijn pad. En dat zijn The Darkest Power trilogie van Kelly Armstrong. Die bestaat uit Bezwering, Ontwaken en Afrekening. Dit was echt een superleuke serie. Ik vind Kelly Armstrong echt superleuk schrijven. En dit is ook zeker een aanrader. Ik heb ze volgens mij heel vaak in mijn favoriete series besproken en zo. Het was gewoon echt een uniek en tof verhaal en heel erg YA en duister. Op een of andere manier liggen de boeken die ik wat langer geleden heb gelezen, liggen bovenaan. Zo ook deze hele toffe serie. Deze heb ik gelezen nadat ik in een soort van hangover was van de Hunger Games. Dit is de Test trilogie van Joëlle Chabonnet. Of Chabonneau, volgens mij heet hij de Test trilogie. Die is met eerste deel de Test, die ik van Brigitte heb gekregen. Hij is een beetje well loved. Dat was wel leuk, want deze wou ik heel graag lezen en toen had Brigitte hem voor mij gekocht. Dus eerst de Test, de Studie en het laatste boek Het Examen. Dit is wel leuk, want dit zijn ook dystopian boeken met tieners die een beetje Hunger Games feeling, dat ze opdrachten moeten doen en surviving. En het was echt een hele leuke serie. Niet per se heel uniek of spetterend, maar wel heel leuk. En wel een hele leuke insteek en ontplooiing van het verhaal. Dus zeker ook wel een aanrader. Als je houdt van dystopian à la Hunger Games, Divergent, etc. Dit is ook een serie die ik heel lang geleden heb gelezen. En je ziet dat ik vroeger echt een dystopian fan was. Ik lees nu veel meer fantasy series. En je ziet dat het vroeger echt dystopian was. Misschien dat ik het daarom niet meer lees omdat ik vroeger heel veel van heb gelezen. Zo hebben we dus ook de Chemical Gardens trilogie. Super tof boek waar ook niet veel mensen over horen op BookTube. Terwijl dit echt voor mij echt een super toffe serie was. Ook deze heb ik met Brigitte weer gelezen. En dat was wel grappig. Heel veel lees ik met Brigitte. Dat is echt mijn boekenvriendinnetje. We hebben het eerste deel Verwelken, Verbreken en Vrees. En dit zie je ook dat deze oud zijn omdat deze ruggen zijn gebroken. Dat doe ik nu niet meer, maar vroeger wel. Ik ben er nu pro in geworden om het niet meer te doen. Maar vroeger kon ik dat nog niet. Het gaat over een meisje. Dit gaat over een hele messed up wereld waarin mannen niet ouder worden dan 25. En meisjes niet ouder dan 22. Iets in die trant. En we volgen dus een wereld waarin mensen hele rare dingen doen. Omdat er zo'n beperkte houdbaarheid zit aan je leven, zeg maar. Super toffe serie. Deel 1 was vooral heel leuk. Daarna vond ik hem iets minder. Maar zeker deel 1 is echt wel heel tof. Dan ook een van mijn favoriete series die ik heel graag wil herlezen. Maar volgens mij heb ik het al vaker op dit kanaal gezegd. Ik ben heel bang dat als ik het herlees dat het niet meer zo goed is als ik in eerste instantie vond. En dat ik dan niet meer
de liefde voor deze serie heb. Maar ik heb ook Maggie Stiefvaders andere serie recent uitgelezen. En die was echt tof. Misschien moet ik deze in het Engels lezen. Maar ik hoor hier zelden iemand over. Zeker niet in het Engels. Dit is de Wolves of Mercy Fall trilogie van Maggie Stiefvader. Met het eerste deel Huiver, Fluister en Voor Altijd. En in dit boek volgen we een weerwolf. En een meisje die verliefd wordt op die weerwolf. En die weerwolf verandert dus. Die jongen verandert elke keer in een weerwolf zodra het koud wordt. Wat wel heel tof is. En het dorp die gaat jagen op die wolven. En ze proberen te achterhalen hoe het kan. En hoe ze het op kunnen lossen, et cetera. Dus het is echt super leuk. En er gebeuren heel veel plotwendingen. Het is echt een beetje de feeling van Twilight met het kleine dorpje en het bos. Zoals ik net al zei, heb ik dus ook Maggie Stiefvader, haar andere serie, eindelijk uitgelezen. Ik was deze begonnen en de eerste twee in Nederlands al heel lang geleden. En dat komt omdat mijn broertje, ik heb het volgens mij niet eerder gezegd en hij wordt al een keer boos. Mijn broertje had dit boek voor me gekocht. Ik had The Wolves of Mercy Fall gelezen en van gehouden. En ik heb nooit echt deel 1 gekocht van deze andere serie. Totdat hij die voor mij kocht en zei, ja, ik zag hem in de boekwinkel en ik dacht, dat is iets voor jou. En die had ik toen voor kerst gekregen. Dus dat was wel heel grappig dat hij zo spaddam was qua mijn boekensmaak. Want dit is een van mijn favoriete series. En Maggie Stiefvader is echt een van mijn favoriete auteurs. Haar schrijfstijl is zo fantastisch. Dit is dus de Raven Boys cycle. Ik heb ze dus begonnen in het Nederlands. De eerste twee, maar ze werden niet meer vertaald in het Nederlands. En volgens mij gaat het ook niet meer gebeuren en ik weet niet meer waarom. Dus ik ben de luisterboeken gaan luisteren op Storytel in het Engels. En echt een aanrader. Maggie Stiefvader, haar schrijfstijl komt veel beter tot haar recht in het Engels, tot zijn recht in het Engels. En dit is gewoon een fantastische serie en ik kan nog steeds niet over de feelings. And they're so pretty! We hebben dus het eerste deel The Raven Boys, The Dream Thieves, Blue Lily Lily Blue, mijn favoriet denk ik. Alhoewel deze ook echt super tof was, The Raven King. Deze cover in ieder geval wel. Cool. Dan nog een serie die ik compleet uit heb en al wat meerdere malen heb besproken in deze video alleen al. En dat is de Twilight Saga van Stephanie Meyer. Ik wou Marissa Meyer zeggen. Van Stephanie Meyer. Dit is natuurlijk een golden oldie. Ik heb Twilight. Dit is een van mijn ontdekkingen geweest. Omdat ik heb hem gelezen. Ik weet nog precies toen ik hem oppakte in een boekenwinkel en de achterkant las. En denk, hey, dat klonk leuk. Toen heb ik hem gelezen. Voordat de film uitkwam en voordat iedereen dus hyped was. Dus ik heb best wel een hele lange tijd moeten wachten op Morgenrood. Ik heb laatst een stukje herlezen. Hier, ik ben bij bladzijde 60 gekomen in één druk. Ik wil deze echt weer snel herlezen. Het zijn niet de beste boeken. Maar er is een reden dat het zo populair is en dat heel veel mensen ervan houden. Dit is gewoon. Het is, je moet het niet nu nog gaan lezen en verwachten dat het een heel goed, diepgaand, opbouwend boek is. Het is gewoon, het was toen heel goed en het heeft toen heel veel betekend voor YA. En dat is het gewoon. We hebben dus deel 1 Twilight, Nieuwe Maan, Eclipse en Morgenrood. Het hefty einde, wat heel veel mensen niet bevredigend vonden. And I love it. Dan een serie die ik heel erg koppel aan mijn YouTube carrière. Niet carrière. Omdat dit een van de eerste series is die ik heb gelezen op dit kanaal. En dat is de Divergent serie van Veronica Roth. Het eerste deel Divergent, Insurgent en Allegiant. Deze films had ik toen al bekeken en ik wou ze altijd al lezen. En toen was Insurgent uit deel 2 en toen moesten we wachten op Allegiant. Toen dacht ik, ja, ik ga ze wel echt lezen. Ik vond ze super tof. Niet de beste serie ooit, maar wel heel heel leuk. En zeker Allegiant is echt wat slopend. Het is vooral Veronica Roth, haar schrijfstijl is niet per se het allerbeste, maar haar verhaal en zeker haar personages zijn wel gewoon echt ijzersterk en super relatable en zeker voor. Ik hou gewoon van voor. Dan heb ik nog een hele oude serie die ik heel lang geleden heb gelezen. Dit was echt mijn Gossip Girl rehab. Volgens mij tijdens Gossip Girl. Niet aan het einde van Gossip Girl, maar gewoon tussen alle seizoenen door heb ik deze gelezen. En dat is de Privilege serie van Kate Bryan. Dit gaat een beetje over hetzelfde. Kostschool en geheimen, populariteit, et cetera. Dat zit hier allemaal in. Dus het was echt de YA van Gossip Girl, noem ik het altijd maar. Super leuk, super vermakelijk. En heel veel guilty pleasure. Maar ook echt, naarmate de serie verder gaat, echt wel een paar heftige situaties en echt wel doden en verraad en gewoon, oh, messed up dingen en drugs volgens mij ook en zo. Dat soort dingen komt hier allemaal voor, dus dat is heel, ik wil zeggen leuk, maar het klinkt een beetje statistisch, maar het is leuk. Als het goed is, is dit de hele serie. Ik weet het niet zeker,
Want het is een beetje vaagjes. Het eerste deel is privé. Onkwetsbaar. Verboden terrein. Bekentenissen. Rituelen. Tradities. Ambities. En het laatste deel. Dunzeling. Net zoals de afrekening een duidelijk laatste deel. En de laatste serie die ik uit heb gelezen was een recente. En dat is de Sneeuw als Astrologie van Sarah Raj. Deze heb ik back-to-back gelezen. Vrijwel, volgens mij elke maand eentje. Nee, dat klopt volgens mij niet. Want volgens mij had ik deel 1 al. I don't know. Voor mijn gevoel snel. Want ik lees niet zo snel series. En deze waren snel. Moet je nagaan. We hebben deel 1 Sneeuw als as. IJs als vuur en bevroren nacht. Ik vind deze covers mooier dan dat ik dol. Ik ben doller op deze covers dan dat ik dol ben op de serie. Don't get me wrong, het was echt wel een toffe serie. Zeker het idee van de van het. Waarom zit die daar? Dit irriteert mij. Waarom zit die zo hoog? Don't get me wrong, ik vond het echt wel een leuke serie. Het gaat over een wereld waarin er verschillende koninkrijken zijn op basis van seizoenen. En die insteek is heel leuk. Magie is weg. En dat is dus heel leuk. Maar het was gewoon een beetje meh. En soms werden er dingen aangehaald waarvan ik ze niet interessant vond. Of gewoon ongeloofwaardig vond. Dus vooral deel 2 vond ik niet zo leuk. Deel 3 was wel weer een bevredigend einde. En een mooi afgerond einde. Dus ik ben wel blij dat ik het ze heb gelezen. Want het is gewoon wel echt een tof YA fantasy verhaal. En zeker voor een YA, best wel een groot fantasy. Dus dat is wel heel tof. Maar wel heel makkelijk. Dat was het voor alle series die ik uit heb. Je zal wel denken, hè, maar je hebt alle Throne of Glass boeken toch ook gelezen? En je hebt alle Accord of boeken toch ook gelezen? Ja, dat klopt. Maar van Throne of Glass heb ik Tower of Dawn nog niet gelezen. En er komt een zesde boek aan. Zevende boek aan. I don't know. Ze noemt het zevende, maar ik vind het zesde. Want Tower of Dawn telt Sarah Jemaat zelf mee. Maar goed, die serie loopt nog. Hij is niet afgerond. Hetzelfde met Accord of Thorns and Roses. Ik dacht dat ik klaar was, maar er is net weer een nieuw boek gekomen. Er zal wel meer komen. Dus die series zijn niet klaar. Die zijn zelf nog bezig. En zo heb ik wel meerdere series waarin ik bezig ben en waarin ik bij ben, maar die gewoon nog niet uit zijn. Snap je? Maar dit is het voor nu. Ik weet niet hoeveel er zijn. Als je ze wel hebt geteld, laat hem alsjeblieft weten. Ik heb geen zin om te tellen. Ja. Dat was het dan voor deze video. Zoals altijd, doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer als je meer wilt zien. Linkjes naar mijn socials staan in de beschrijving. En ja, ik zie jullie heel snel weer. Doei! Je ziet dat dit... Zo dan!